Zo, ik ben Sebastian Koutheijzen, documentairefotograaf, schrijver en beeldend kunstenaar. Mijn naam is Tyler Koutheijzer, broer van Sebastian, spoken word artiest en schrijver. We wilden heel graag gastcollectioneurs worden van de bibliotheek, omdat het verhaal wat we vertellen in de gesuikerde onderneming, dat gaat om de Javaans-Surinaamse contractarbeiders. En dat is een verhaal dat onderbelicht is. En als je daar licht op wil schijnen, dan moet je informatie, dan moet je het beschikbaar maken. En boeken is één medium wat we willen gebruiken om meer informatie over de Javaans-Surinaamse contractarbeiders aan de man te brengen. Maar dat hoeft niet alleen maar in feitelijke boeken of informatie te zijn. Het kan ook met romans, met poëzie. En daarom vinden we het belangrijk om die cultuur in deze vorm aan te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. De aanleiding waar ik begon te zoeken naar mijn eigen familiegeschiedenis begon eigenlijk een beetje op de kunstacademie. Toen begon ik me eigenlijk af te vragen van hoe komt het eigenlijk dat Javanen in Suriname zijn beland? En zo begon ik eigenlijk langzamerhand een beetje samen met mijn opa en oma te werken. En als ik dan aan mijn moeder vroeg van waarom weten we eigenlijk zo weinig over die geschiedenis van hoe Javanen in Suriname zijn gekomen, toen zei mijn moeder van, ja, misschien omdat die geschiedenis niet zo mooi is. En dat sparkelde iets in mij waarvan ik juist dacht van, oh, daar wil ik er juist wel meer over weten. Want ik vond uiteindelijk de cultuur die ik meekreeg bij mijn familie juist altijd heel mooi en heel warm. Dus ik kon gewoon niet begrijpen dat die geschiedenis dan niet mooi zou zijn. Voor mij begon de zoektocht naar de identiteit begon vrij vroeg. Op de basisschool werd er heel vaak al tegen mij verteld van, hey, jij bent niet helemaal Nederlands. En ik ging dat dan thuis vragen, ja, ben ik dan niet Nederlands? Nee, ik kom ook uit Suriname. En toen zag ik dat als iets heel moois, als iets speciaals. En toen had mijn moeder me beloofd dat ik voor mijn 12e naar Suriname zou gaan om het te zien. En ik keek er echt naar uit. Dus 10 jaren later zag ik mijn broertje heel erg daarmee bezig, vanuit wat hij me net vertelde. En ik uitte mijn frustratie en de behoefte naar het onderzoeken van mijn identiteit. En hij zei toen, maar wil je erheen? En in mijn hoofd, op een of andere manier, had ik nooit de mogelijkheid gezien dat ik er zelf naartoe kon gaan. Terwijl ik ben nu een volwassen man. En vanaf dat moment zag ik pas de mogelijkheid om dat te gaan onderzoeken. En ik zei ja. En toen zei ze, dan moeten we het gaan regelen. En vanuit daar is het steeds verder gegaan, deden we een project bij het Fotomuseum en zijn we steeds dieper in dat proces gerold. Met het Fotomuseum, daar kregen Sebastian en ik de mogelijkheid om in het archief te duiken, daar een team foto's te selecteren en daar een kunstzinnige reactie op te geven. En hoe we dat wilden doen, dat mochten we zelf invullen. Toen zijn we op zoek gegaan in het archief naar Javanen. En wat we merkten was dat het in het archief heel weinig of geen Javanen in hun kracht, dat we die niet konden vinden. En vooral als onderdaan naar de bezetter. En daar waar we ze wel in hun kracht zagen, dat waren foto's die negatieve. Toch? Ja, negatieve. Ja. Yes, ja. Zeg goed. Dus niet ontwikkeld tot... Wel ontwikkeld. Wel ontwikkeld, oké. Okay. Maar negatief inderdaad. Dus we werden als negatief laten zien in het online archief. Maar dus in tegenstelling tot die beelden waar ze niet in hun kracht stonden, dat dus wel op de juiste manier was ingescand. Wat het met mij persoonlijk deed, is als ik naar beelden kijk van Javanen en je komt met name dus mensen tegen, Javanen tegen die dus niet in hun kracht staan en dan... Dus die enkele, want het waren sowieso maar enkele waar de Javanen wel in hun kracht staan. Dat heeft mij toen heel erg doen realiseren wat de representatie in beeldvorming, wat het voor belang heeft. En terwijl als ik naar het archief van mijn opa en oma kijk, die hielden heel erg van fotograferen en filmen, dan zie je alleen maar mensen in hun kracht en dingen doen, leuke dingen doen. Ze gaan naar uitjes en ze filmden ook hun eerste jaren bijvoorbeeld hier in Nederland. De eerste keer naar Blijdorp of de eerste keer naar de kermis. En dat zijn eigenlijk de enige beelden waar ik een Javaan zo lachend en in hun kracht heb gezien.
Maar dat zou natuurlijk fantastisch zijn als we dat soort beelden ook terug konden vinden in Nederlandse publieke archieven. Het heeft me toen doen beseffen dat ik eigenlijk vanaf kinds af aan, buiten mijn familie, ook niet echt rolmodellen, Javaans-Surinaams, in de media heb gezien. Nederlandstalige media, Nederlandse media. Bijvoorbeeld op tv, in reclames, popmuziek, in de politiek. En toen ging me dan afvragen van, maar ze zijn er toch wel? En waar zijn ze dan? En waarom zijn ze niet zo zichtbaar? Als je op zoek gaat naar je eigen familiegeschiedenis, dan waar je sowieso tegenaan loopt, is dat het internet gewoon heel groot is. En dat je dus heel veel geduld moet hebben om eindelijk een keer iets te vinden. Dus ik heb ook wel eens dagen, nachten lang in archieven gezeten en dan vind je maar de hele tijd maar niks. En dan moet je gewoon zorgen dat je dat toch nog blijft doordoen als je er interesse in heeft. Want op een gegeven moment gaan er dingen klikken en dan vind je allerlei dingen achter elkaar. Omdat je dan, als je eenmaal één waardevolle bron hebt, dan kan het ook weer het startpunt zijn voor een nieuwe vondst. Waar je tegenaan aanloopt in die zoektocht is eigenlijk de immensheid van informatie. De gelimiteerde Javaans-Surinaamse en dan in combinatie met Nederlandse literatuur. Er is een dichter in Suriname, Surianto. Hij heeft meerdere dichtbundels uitgegeven, maar die zijn in zo'n kleine oplage uitgegeven dat ze nu liggen in literaire musea. Terwijl het is iets wat ik heel graag zou willen lezen. Mijn oom had er toevallig één in het onderzoek in Suriname en daar heb ik het mogen lezen. Niet beseffende dat misschien een van de laatste keren zou zijn dat ik dat boek in mijn handen zou kunnen hebben ooit. En dat doen we toch wel beseffen van, hey, die bronnen zijn aan de ene kant heel, heel veel, heel groot het internet, maar aan de andere kant is het heel gelimiteerd ook. En waar ik nog meer tegenaan ben gelopen, is hoe meer onderzoek wij hebben gedaan naar die geschiedenis, hoe meer ik me ben gaan beseffen dat ik ook echt van Nederland ben. En daarin kwam er een bepaalde vraagstuk in mezelf, waarin ik mezelf afvroeg of ik het recht had om kunst over dit te maken. En of wij wel degene zijn die dit mogen vertellen. Aan de ene kant, ja, het is onze familie, maar aan de andere kant, we zijn ook hier in Nederland, we hebben immens privilege om hier op te groeien met de infrastructuur die we hier hebben. En dus die tweestrijd, dat dilemma, daar zitten we, ja, daar probeer ik heel voorzichtig mee om te gaan en zo op een gebalanceerde manier die uitingen te maken in mijn spoken word en in onze exposities. Heb je dat ook ervaren? Zeker, omdat dat is eigenlijk een doorlopend vraagstuk dat je hebt als maker, als je naar een plek gaat, naar een andere plek gaat, omdat we hebben daar eigenlijk een documentaire of een kunstproject gemaakt in Suriname, waar we iets van hebben afgenomen natuurlijk, ons project. Maar de vraag is nog steeds voor ons beiden wel van hoe gaan we überhaupt ooit iets teruggeven. Het zou best wel arrogant zijn om te denken als maker dat je alleen door het project te maken dat je dan iets teruggeeft, want dat is eigenlijk natuurlijk helemaal niet zo. Dus teruggeven is wel iets wat heel erg in ons speelt. Hoe doen we dat? Zeker omdat we het over een geschiedenis ook hebben waar de machtsstructuren uit verhouding waren. Wij zitten in diezelfde machtsstructuur die uit verhouding is. Dus dat, onze samenwerking eigenlijk met opa en oma is eigenlijk altijd wel heel soepel verlopen, omdat wij met alle vragen naar hen toe mogen komen. Dus het is wel zo dat inderdaad de Javanen misschien wellicht wat bescheiden zijn en daardoor niet automatisch zelf op de voorgrond treden. Maar het is anders binnen onze familie dan bijvoorbeeld het Indisch zwijgen. Waar er wellicht door de zware geschiedenis sommige dingen bewust niet op tafel komen. Maar bij mijn opa en oma is het, ervaren we het juist zo dat wij kunnen eigenlijk alles vragen. Ze weten alleen niet van tevoren waar wij geïnteresseerd in zijn. Maar als wij iets vragen, dan geven ze eigenlijk altijd antwoord erop.
En zelfs op de momenten eigenlijk wel dat er duidelijk een meningsverschil is. Dus mijn opa en oma die zijn op jonge leeftijd bekeerd tot het christendom. Daar denken we op bepaalde vlakken wellicht anders over. Alleen dat is prima, dat mag ook van opa en oma. En dat is heel fijn. Wat ik in eerste instantie altijd had gezien als iets slechts in deze maatschappij waarin we leven, in de individuele maatschappij ook waarin we leven, was de bescheidenheid. En zoals ik altijd ook van mijn oma vind, ik vind mijn oma dus ook altijd schitterend in bescheidenheid. En toen hadden we toen bij die expositie in het verhaalhuis Belvedere, toen had zij een keer dus die een speech gedaan en toen pakte ze die microfoon en toen kwam er ineens een kracht uit die totaal onbescheiden ook was. Ze zei ook letterlijk van ik ben de ster, alleen op het moment dat ze dan weer dat podium afgaat, dan schittert ze weer in bescheidenheid. En dat onderzoek naar je eigen familie, naar de eigen geschiedenis, heeft me dus ook heel erg doen beseffen dat bescheidenheid echt een hele mooie eigenschap eigenlijk is. Waar bescheidenheid voor jezelf als individu hier in deze maatschappij af en toe iets kan zijn waar je tegenaan loopt, vind ik eigenlijk juist, als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn oma, denk van die bescheidenheid, dat is juist zo'n mooi iets waar je ook dus trots op kan zijn. Dit onderzoek was een onderzoek met veel gezichten. Ik heb heel mooie dingen, heel mooie ervaringen, zoals het ontmoeten van familie die ik nog nooit had ontmoet, maar eigenlijk al kende uit alle verhalen. Dus het leek net alsof ik hun al kende, maar alleen nog niet had ontmoet. Dus dat was heel mooi en het voelde ook echt als familie. Ik werd ook zo omarmd. Wat meer schuurt is dat ik zie dat ik me echt ben gaan beseffen dat we hier privilege hebben om te bewegen hoe we bewegen. En dat voortgekomen is uit de keuzes en beslissingen die mijn opa en oma hebben gemaakt. En de daarbij komende opofferingen die ze hebben moeten doen. Constant in een mindstate van survival, overleven. We moeten ons aanpassen aan een andere plek. Zij hebben die opofferingen gedaan, zodat wij nu voorbij overleven kunnen kijken. Nou, hé, maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Kunnen onderzoeken, de ruimte hebben om dat te onderzoeken. En dat kan alleen maar komen door alle keuzes en opofferingen die mijn opa en oma hebben gemaakt, maar eigenlijk ook hun vader en moeder weer hebben gemaakt. Het is een heel een gevoel die veel gezichten heeft. Omdat je heel dankbaar bent, maar tegelijkertijd voel je ook van het is ten koste of het heeft een prijskaart gehad. Dat heeft me veel, niet alleen in de hoogte heeft het me verrijkt, maar ook echt in de breedte van hey, ik heb natuurlijk hele mooie momenten meegemaakt, oh Suriname, maar ook meer een langdurig besef en dankbaarheid naar degene die voor ons zijn gegaan. Dus het project is ook echt een ode naar hun. Wat ik hoop mee te geven aan andere mensen die ook bezig zijn met het vinden van familieverhalen, is doe het. Zoek het. Je gaat het niet altijd gelijk vinden, maar zoek het. Heb geduld. Zoek andere Javaan om erover te praten. Ga met hun in gesprek. Vraag hun persoonlijke ervaringen. Misschien hebben zij een way in. En het mag. Je mag je verhalen onderzoeken. Mijn tip zou zijn dat de aanhouder wint. Er is zoveel archieven, zoveel informatie. Je moet er vooral vertrouwen dat ook op een gegeven moment er een punt komt dat jou weer meer informatie gaat geven. En zeker als je een idee hebt om iets ermee te doen. En zeker als je het zelf een goed idee vindt, dan moet je er gewoon op vertrouwen dat het ook een goed idee is. En daarin moet je dan eventueel de juiste mensen vinden. Ik heb het geluk dat ik het samen met mijn broer kan doen, maar een goed idee is nooit alleen. En je moet alleen de juiste mensen dus om je heen. Onlangs had ik Onder de Paramariboom gelezen van Johan Fred. En dat vond ik eerst een beetje een schurend boek, omdat ik eerst dacht van
van, ik miste een beetje in die zin die trots van hem over zijn eigen identiteit. Alleen juist dat gaf mij heel veel inzicht over hoe de generatie van mijn moeder dat heeft beleefd. En daardoor vind ik het een heel waardevol boek ook uiteindelijk. Hele mooi. Hij beschrijft die reis heel mooi en die transitie in zijn eigen beleving van zijn identiteit is ook heel... Wanneer we samen zijn van Karin Amatmukrin, dat is het eerste boek waarin ik namen zag die vergelijkbaar zijn met de namen uit onze familie, mm-hmm. als hoofdpersonages. En dat was, ik kon me op een andere manier identificeren met de personages in het boek. Kijk, ik heb niet een hele Javaanse naam, maar mijn familieleden, vooral in de oudere generaties wel. En het werkt gewoon zo goed als ik door op die manier met het personage te verbinden. En specifiek dat boek heeft het ook benoemd ook onderdelen van de geschiedenis die wij aan het onderzoeken zijn. Dus het is ook een bevestiging van, hey, oké, we zijn op het juiste pad. Ik vind het gewoon heel mooi om over de schouders van die personages mee te kijken alsof het mijn familie is. Wagiman was een rustige jongen. Met een vast geloof in zijn ouders en in hun god die automatisch de zijne werd. Doordat nog de wereld om hem heen, nog de wereld die hij in zijn fantasie had gecreëerd, werd verstoord, groeide hij op met een even vast vertrouwen in zichzelf. Warsina, zijn moeder, was er niet alleen in geslaagd de onrust van de wereld voor zichzelf buiten te sluiten, ze bakende door haar zucht naar stilte ook een kalme en veilige omgeving voor haar kinderen af. Het gezin verhuisde niet en zocht niet naar een eigen stuk grond om op te wonen. Zoals veel Javanen die ontevreden waren over de gang van zaken op de plantage. Ze werkten zoals ze hun ouders hadden zien doen, totdat ze genoeg geld bij elkaar zouden hebben gespaard om terug te keren naar hun eigen land. Want hoewel Nadiman nooit een voet had gezet op het eiland en Warsina zich er niets meer van kon herinneren, zagen ze Java als hun vaderland. Suriname was in hun ogen evenveel een allemansvriend als een niemandsland. Wagiman en zijn broers en zusters bemoeiden zich evenmin met het land, maar wachten af in hun stille hoekje van Allianz. De terugkeer naar Indonesië, waarvan zijn ouders zeiden dat deze spoedig aan zou vangen, bleek echter niet meer dan hoop. Een actief in leven gehouden en daarom troostbiedende, verzoenende hoop. Nadiman bezwoer zijn gezin en zichzelf met een niet aflatend vuur in zijn stem. Als het niet dit jaar is, dan toch zeker volgend jaar. Maar gaan, dat doen we. Toch tekende hij weer bij. Elke keer als zijn 5-jarige contract op de plantage afliep. Stiekem bang voor het vaderland dat hem onbekender was dan dit vreemde continent waarop hij was geplant. Dus toen Wagiman 20 was geworden, stonden de koffers voor het vertrek van zijn ouders nog steeds op de zolder van hun goede voornemens en hij woonde nog steeds in Suriname. Maar hij was een Surinamer die geen Sranantongo sprak en op de plantage en een deel van Kommerwijnen na het land niet kende. Misschien had hij, net als zijn ouders, de rest van zijn leven op dezelfde grond doorgebracht, er tevreden mee geen andere mensen te ontmoeten dan degene die hij altijd al had gekend. Zijn hoofd, vol romantische dromen die misschien overtuigend genoeg waren om kleur aan zijn bestaan te geven. Maar het bleek tijd te zijn dat hij wakker zou worden uit zijn dagdromen. Of deze in elk geval ergens anders voort te zetten. Dus ik heb gekozen voor dit stukje tekst, voor deze passage uit het boek Wanneer wij samen zijn van Karin Amatmukrin, omdat ik me ergens kan voorstellen dat de vader van mijn opa, toen hij aankwam in Suriname, dezelfde ervaring heeft meegemaakt. Toch nog ergens de illusie van terugkeren naar Java. En toch weer bijtekenen elke 5 jaar nadat je contract was afgelopen. En heel toevallig, de passage, de plek waar het om gaat hier, Kommerwijnen. Dat is ook de plek waar mijn familie, onze familie, zich had gevestigd. En het voelt daarom ook als ons verhaal. In een hele korte paragraaf. Ik wil niet naar Su. 2 keer per jaar. Nooit vaker, nooit minder vaak.
stelde mijn moeder de vraag en gaf ik altijd hetzelfde antwoord. Ik wil niet naar Suriname. Dat zeg je nu, maar op een dag zul je wakker worden en je afvragen waar je vandaan komt. Op die dag, dat moet je beloven, bel je je arme moeder op en boeken we dat reisje samen. En dan betaal jij mijn ticket. Ook dat moet je beloven. Dat beloof ik. Mooi. Als het maar wel gebeurt voordat ik oud en versleten ben. Daarop blies mijn vader de rook van zijn shaggy uit en mompelde. Je doet nu al niets meer, dus jullie mogen wel opschieten. Het teken voor mijn moeder om hem een verveeld lachje toe te werpen. Ach Jan, zit toch niet zo stoer te doen. Langs deze rituelen werd telkens opnieuw overeengekomen dat ik beslist niet zonder mijn moeder naar de Paramaribo zou vertrekken. Als het er dan toch ooit van zou komen, zou zij me trots door de straten leiden waar ze een halve eeuw geleden al doorheen liep. En me de plekken laten zien die de eerste 19 jaar van haar leven markeerden. Het ouderlijke huis op palen dat ik als kind altijd een huis op stelt had genoemd, op de foto's zag te groot uit. Groter dan ik me enig thuis had kunnen voorstellen vanuit ons achterbuurtflatje in Dordrecht. Maar mijn moeder vertelde er altijd bij hoe klein het was. Als je bedacht dat haar ouders er met 11 kinderen in moesten wonen. 11! Mijn oma moet een klein decennium van haar leven zwanger zijn geweest. Als het huis er nog zou staan, zouden we er aankloppen. Misschien mochten we van de nieuwe eigenaren wel even binnenkijken. En kon ik de meisjeskamer zien waarin ze met haar zussen was grootgebracht. Mijn moeder klonk als een opgetogen reisagente. Het tripje naar Suriname werd me subtiel, maar toch dwingend aangesmeerd. Het is een wonder dat ik daar zo lang weerstand tegen heb kunnen bieden. Ja, ik heb dit stukje uit Onder de Paramariboom van Johan Frets voorgelezen. Het is een stukje dat mij... ik denk dat de schrijver zit een beetje tussen de generatie eigenlijk van mij en mijn moeder in. En ik denk dat dit boek mij heel veel duidelijkheid heeft gegeven waarom die generatie van mijn moeder een stuk minder de drang hadden als de generatie van ons om terug te gaan naar Suriname. En ik begreep nooit waarom die drang bij hun ontbrak, maar Johan kan dat zo mooi beschrijven, waardoor ik daar meer begrip voor heb gehad. Daarnaast vind ik het heel mooi dat hij hier in een hypothese praat over naar dat huis gaan waar zijn moeder is opgegroeid en daar aankloppen bij de nieuwe eigenaren. Dat is exact wat wij ook hebben gedaan. Wij zijn naar het huis gegaan waar mijn moeder is opgegroeid, hebben daar aangeklopt en mochten van de nieuwe eigenaar inderdaad een kijkje nemen waar mijn moeder als klein meisje is opgegroeid. Dus dat vond ik heel mooi om te lezen.